Goedenavond, beste brandweervrienden. Ik ga jullie deze avond wat meer achtergrond geven bij de brandweertoets. We gaan dat doen aan de hand van een aantal slides die ik voor jullie heb voorbereid. Maar desalniettemin, we zijn 2018, januari, nog altijd nieuwjaarmaand. En namens de BVV, de Brandweervereniging Vlaanderen, wil ik jullie danken voor jullie hart en inzet voor de brandweer. Wat staat er op ons programma? Ik zal kort wat historiek geven over de oude BVV, de nieuwe BVV, hoe dat we daartoe gekomen zijn. Netwerk brandweer, de rol in het brandweerlandschap daarvan, de brandweertoets, hoe zijn we tot die brandweertoets nu gekomen. Ik ga ook enkele vragen als voorsmaakje geven. En nu, wat staat er ons nu te wachten? En mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie nog altijd kwijt via onze sociale kanalen. Historiek. Kort eventjes een aantal gebeurtenissen op een tijdlijn plaatsen. Als we terugkijken in de tijd, hadden we in 2007 de eigenlijke afkondiging van de wet van de brandweerhervorming. 2007, daar is een hele tijd aan vooraf gegaan aan voorbereiding. 2007 is die gestemd geraakt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar hij diende dan nog in werking te treden. Men had verwacht dat dat niet zo lang zou duren, maar bekende toch dan een hele onzekere periode tussenin. Men heeft de pre-zone gekend, OPZ-periode gekend, maar we bleven dan maar wachten en wachten op de eigenlijke hulpverleningszone die dan uiteindelijk kwam in 2015. BVV dacht zelfs zeer proactief in haar algemene vergadering in 2014. Wij moeten met BVV ook ons gaan aanpassen aan de nieuwe organisatie van de brandweer zoals die er in de toekomst zal gaan uitzien. Men wilde een BVV die meer democratisch was, waar dat zowel beroepsbrandweermannen, brandweervrouwen, vrijwilligers, alle rangen, graden een thuis moesten hebben. Een meer democratische BVV, dat was het ideaal van de mensen die toen aan de nieuwe statuten hebben geschreven. Uiteindelijk hebben alle zones op de een of de andere manier afvaardigingen kunnen maken voor de provinciale afdelingen. En uit die provinciale afdelingen zijn er dan mensen verkozen in de algemene vergadering van BVV. Waaruit dan ook weer mensen kwamen voor de raad van bestuur van PVV. Zo hebben we dan een raad van bestuur die zowel beroepsbrandweermannen, vrijwilligers kent, maar ook brandweermannen, middenkaders en officieren. Zo hebben we dan ook halverwege 2017 de oprichting gekend van het netwerk brandweer. En zo zien we maar, de brandweer is een fenomeen altijd in evolutie. Stel nu, je bent minister van Binnenlandse Zaken en je wil iets met de brandweer doen, je wil daar iets aan veranderen. Is dat landschap ook mee onderhevig geweest aan evolutie? Vroeger minister van Binnenlandse Zaken, Patrick de Waal, die de wet, of de nieuwe wet, heeft meehelpen schrijven en geïntroduceerd in het parlement. Die had eigenlijk drie belangrijke partners waarmee hij moest aan tafel zitten. Dat waren de vakbonden, de BVV, die bestond toen hoofdzakelijk uit dienstjes, ja, die organiseerden de brandweer toen op het terrein. En dan de VVSG, want de burgemeesters, dat waren de politiek verantwoordelijken. En politici onder elkaar, die praten toch altijd beter op een iets betere golflengte. Als we dan kijken hoe minister Jabonnek nu heeft, is het landschap toch wel al iets anders geëvolueerd. Men heeft nog steeds die vakbonden. VVB is erbij gekomen. BVV is democratischer geworden. Dan heb je nog netwerk brandweer, die bestaat uit de zonecommandanten en de voorzitters van de hulpverleningszones. En dan heb je ook nog de VVSG met burgemeesters en andere lokale politici die de lokale besturen vertegenwoordigen. Dus als minister van Binnenlandse Zaken is het zeker niet gemakkelijker geworden. Plus, we leven ook nog in ons federaal België, waar al een zesde staatshervorming
heeft plaatsgevonden en de gewesten die zitten onder meer ook in de begeleidingscommissie mee aan tafel om daar ook inspraak te hebben in het brandweerbeleid. Kortom, het is niet gemakkelijk om nu als een of andere speler op het terrein inspraak te gaan leveren bij minister Jambon. Dus PVV moet zich op de een of de andere manier in dat versnipperde landschap ook een nieuwe rol weten aan te meten. Ja, enerzijds zal netwerk brandweer samen met die lokale politici en de zonecommandanten maatregelen rond het brandweerbeleid en de organisatie van de brandweer op het terrein gaan uitwerken. Ook lobbyen voor middelen en dergelijke meer. De BVV is meer democratisch geworden. Van alle rangen en standen, beroepsvrijwilligers, zijn er mensen die in onze raad van bestuur zitten en die we ook meer kunnen gaan vertegenwoordigen. We hebben een nieuwe samenstelling en ook een nieuwe visie. Daar kom ik later ook nog even op terug. En om in de toekomst beter onze rol te kunnen spelen, dan kunnen wij onze diensten aanbieden aan het netwerk brandweer bijvoorbeeld. Wij zijn nu een meer democratisch samengestelde vereniging als BVV. Alle rangen en standen hebben bij ons een thuishaven. Wij kunnen voorstellen die komen van de minister van netwerk brandweer ook gaan aftoetsen via onze provinciale afdelingen en hun vertegenwoordigers bij de mensen op het terrein. Wij kunnen als het ware een representatief staal van de brandweer loslaten op bepaalde voorstellen en daar onze mening over formuleren aan de beleidsverantwoordelijken, de zonecommandanten, om dan dat al dan niet de doorgang te kunnen laten vinden of eventueel te laten bijsturen. En zo zijn we ook gekomen tot het begrip brandweertoets. BVV kan zaken gaan aftoetsen voor netwerk brandweer bij de minister van Binnenlandse Zaken. Als we nog even terugkeren op die nieuwe samenstelling en die nieuwe visie, kan je die eigenlijk samenvatten tot een drietal krachten. We willen naar een veilige samenleving, een kwalitatieve samenleving waar het ook heel brandveilig is. En we doen dat, we willen streven naar 5-sterren kwaliteit. En je kent de 5-sterren waardering van Facebook. Wij willen ook 5-sterren gewaardeerd worden voor ons werk. En we willen ook die 5-sterren dienstverlening leveren en moeten kunnen leveren aan de maatschappij. Hoe kunnen we betere brandweermensen worden in het nieuwe brandweerlandschap? Dat is door kennisdeling. En als we kennis gaan delen, dan vermenigvuldigen we ook onze kennis. Heel symbolisch samengevat, het deelteken delen is gelijk aan maalteken vermenigvuldigen. En dan last but not least, BVV is er voor iedereen. Voor iedereen met een hart voor brandweer. Iedereen die ons een warm hart toedraagt en mee wil helpen aan die veilige samenleving, die kan rekenen op BVV. Zowel de administratieve kracht die zorgt voor de goede ondersteuning in de hulpverleningszone is even welkom als de ambulancier, als de vrijwilliger of de beroepsbrandweerman. We maken geen onderscheid. Het is de brandweer en die goede dienstverlening waar wij willen voor gaan en waar wij ook trots en voldoening uithalen. Die belevingsenquête, eigenlijk de core van deze presentatie, hoe zijn we daar nu toe gekomen? Dat was al begin vorig jaar, in het voorjaar, was er een punt op de leidingscommissie. We willen peilen naar de motivatie van de vrijwilligers en de wil om zich beschikbaar te stellen. Er was toen een voorstel van VVB. Wij gaan een eigen bevraging lanceren en we gaan die loslaten op het brandweerpersoneel. Wij waren zeker niet tegen en vonden dat een goed initiatief. Maar BVV stelde dan voor, laat ons daar een wetenschappelijk onderzoek van maken rond motivatie in het algemeen. We hebben dan even een
eventjes in de boeken gaan duiken. En daar vonden we een of ander theoretisch model van Hertzberg. En dat voorstel hebben we uitgewerkt en voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Laat ons daarover verder spreken als we een onderzoek doen naar motivatie. Dat is er niet gekomen, want ja, om zo'n dergelijk wetenschappelijk onderzoek op touw te zetten, dat vergt wat tijd, onderzoek, of voorbereidend onderzoek, voor je dat effectief in de markt kan zetten. De begeleidingscommissie oordeelde dan, ja, het onderzoek van de VVB is direct uitvoerbaar, laat ons maar dat onderzoek gaan doen. BVV heeft dat onderzoek ook mee ondersteund. Het was een beslissing van de begeleidingscommissie, wij zijn daar ook lid van en we hebben al zo lang al dat onderzoek mee ook ter kennis gebracht van onze brandweermensen op het terrein. Toch willen wij blijven, of zijn wij blijven hameren op de nood aan objectief onderzoek, want de VVB is een organisatie verbonden aan de brandweer. Je kan het vergelijken met de vakbonden die een studie doen dat de pensioenen zouden te laag zijn en dat aan de minister van Pensioenen overmaken. En de minister van Pensioenen gebruikt die studie dan in het parlement om te zeggen dat de pensioenen te laag zijn. Denk ik dat de minister zijn huiswerk opnieuw zou mogen maken, want ja, maar u gaat raden bij de vakbonden. De vakbonden die zijn niet objectief, die zijn eigenlijk, die spreken namens de gepensioneerden zelf, namens de werknemers zelf. Je moet daar een objectief onderzoek naar doen. Wie is geplaatst om zo'n wetenschappelijk onderzoek of een onafhankelijk onderzoek te doen? Dat is een universiteit bijvoorbeeld. De tijd gaat voorbij en ondertussen binnen BVV rijpen de geesten daar ook omtrent en groeit het onderzoek van we gaan dat niet alleen voor de vrijwilligers doen, we gaan dat ook voor de beroepskrachten doen en ook het verhaal, het ondersteunend personeel. Met de zonevorming is er heel wat ondersteunend personeel bijgekomen in onze hulpverleningszones. Die moeten ook een stem krijgen in onze belevingsenquête. En het is ook wat onze, in ons DNA nu ingeprent staat. We zijn er voor iedereen met een hart voor brandweer. En op die manier willen we dat die belevingsenquête er ook is voor iedereen met een hart voor brandweer. Ondertussen werden we getipt dat er in Nederland ook een dergelijk belevingsonderzoek aan de gang was of afgerond was. En dat was een heel dankbare inspiratiebron om mee aan de slag te gaan. In de zomer zijn we dan even naar Nederland afgezakt en daar overleg gepleegd met het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Een beetje de regisseur van het onderzoek in Nederland. Ondertussen hebben we ook overleg gehad met de Universiteit Antwerpen. En in het najaar hebben we dan de Nederlandse enquête wat vertaald naar Nederlandse Vlaamse terminologie. En die meer gekend is naar ons, naar dingen die gekend zijn in onze brandweerwereld in Vlaanderen en België dan. Dit stukje presentatie heb ik geleend aan Elke Klaasens. Dat is degene die belast is met het onderzoek bij de universiteit. Wij als BVW hebben een akkoord aangegaan, een overeenkomst afgesloten met de universiteit, waar wij de universiteit de opdracht geven om een dergelijk belevingsonderzoek te doen in Vlaanderen. En daarin staat ook een heel belangrijke clausule in opgenomen. Wij zijn als BVW opdrachtgever, maar alle resultaten die gaan binnen naar de universiteit en de universiteit gaat die resultaten dan ook anoniem gaan verwerken. Dus alles wat binnen de vier muren van de belevingsenquête gezegd wordt, blijft binnen de vier muren van de belevingsenquête en gaat daar niet buiten. Je zal uitgenodigd worden tot die brandweertoets via een persoonlijk, of je persoonlijk e-mailadres, hetzij via een directe link. Het zij via de zonale contactpersonen die een algemene link zullen sturen.
Ik heb ook recent vernomen dat daar een code zou aangekoppeld worden, zodat ze voor mensen buiten de brandweer die niet uitgenodigd zijn aan de brandweer of niet uitgenodigd zijn tot brandweeronderzoek ook deze enquête niet zullen kunnen invullen. Om onderzoek representatief te laten zijn, moeten er ook veel mensen aan deelnemen. En om de mensen warm te maken, hebben we enerzijds ook een incentive in het leven geroepen. En willen we een barbecue pakket aanbieden aan de post met het hoogste deelnemerspercentage. Ook voor het ondersteunend personeel hebben we een dergelijke incentive voorzien. Dus hoe meer je de enquête invult, hoe meer representatief dat de resultaten van de enquête worden. Dus hoe meer dat beleidsmakers zoals de zonnecommandanten, voorzitters, de minister, rekening zullen moeten houden of toch niet naast de resultaten van de belevingsenquête kunnen kijken. Wat is er nu besteld door de PVV? Er zal één landelijk rapport geschreven worden voor gans Vlaanderen met interpretaties van de resultaten en dergelijke meer. En dan zal er ook nog voor elke zone een tabel, een statistisch rapport gemaakt worden van hier zie je het Nederlandse voorbeeld voor de zone Zeeland of de veiligheidsregio Zeeland. Hoe vindt u dat de Nederlandse brandweer zich over het algemeen ontwikkelt? Percentage in de goede richting, 62% vindt dat in Zeeland, terwijl dat 58% dat vindt in Nederland. We zien ook het aantal respondenten van de zone, de veiligheidsregio Zeeland 150 en in gans Nederland voor die vraag 7670. En zo zie je dat het aantal respondenten hier en daar wat kan variëren. Die Vlaamse enquête hebben we getracht zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de Nederlandse vertaling om achteraf vergelijking te kunnen mogelijk maken. Want als we nu zeggen hoe of de zonecommandanten of het management willen laten scoren en uit de Vlaamse enquête komt dat zij de score van, ik zeg maar iets, 7 op 10 krijgen, ja, is dat dan goed, slecht? Dat is een cijfer dat op zich staat. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar de Nederlandse enquête en daar staat er dat het management van de veiligheidsregio een 10 op 10 scoort bij manier van spreken, dan zou dat een incentive kunnen zijn dat de Vlamingen het nog beter te doen of toch minstens even goed te gaan doen dan hun Nederlandse alter ego's. De wijzigingen die we gemaakt hebben of doorgevoerd hebben in de enquête zijn dan ook hoofdzakelijk vertalingen. En de filtering op vragen is toegepast alleen voor operationele enerzijds en het stukje administratieve of vragen die we voor het administratieve kader hebben ontwikkeld om die dan ook af te scheiden van de operationele. Zoals ik al kwam te zeggen, vergelijking mogelijk maken tussen Nederland, Vlaanderen, ja, en Vlaanderen is een deelstaat van België. Als het goed loopt hier in Vlaanderen, waarom dan ook niet de enquête gaan doorvoeren in Wallonië om zo een Belgisch beeld te kunnen hebben? En als we Nederland hebben en België hebben, ja, dan hebben we de Benelux bij manier van spreken. En de Benelux is een goed voorbeeld voor Europa en kunnen we misschien bij onze collega's van de VEU aankloppen om een dergelijk onderzoek ook te gaan laten uitrollen in de andere lidstaten, om dan een soort van Europees onderzoek te hebben die vergelijkbaar is in alle lidstaten. Je zou het ook kunnen vergelijken, er is binnen het welzijnsdomein ook een Europese arbeidersenquête die gehouden wordt binnen alle lidstaten en die geeft dan ook binnen Europa statistieken waar dat de Europese Commissie mee verder kan werken. Zoiets, daar zouden we op lange termijn ook kunnen naar streven met alle brandweerfederaties van Europa.
Waaruit bestaat nu een enquête als je eenmaal je op de link klikt. Er is een verplicht gedeelte en er is een facultatief gedeelte. Dat verplicht gedeelte dat omvat een stukje introductie, leeftijd, werkstelling, opleidingsniveau, dergelijke meer. Dan een algemeen beeldmodule die peilt naar de evolutie van en het werken bij de brandweer. Een module rond de vakinhoud van hoe jij staat over de inhoud van je job bij de brandweer en de positie daarvan ten opzichte van dat werk. De brandweerhervorming heeft gezorgd voor schaalvergroting, maar wat heeft die schaalvergroting als gevolg voor de betrokkenheid, het veranderingsmanagement in de zone? Hoe is dat veranderd bij vroeger? Vragen die daar onder vallen zullen ook worden gesteld. Sturing in en op het werk. We weten dat dat ook een belangrijke factor is in de motivatie, de mate waarin je geapprecieerd wordt door je directe leidinggevenden en de autonomie om bepaalde dingen te kunnen doen. Dat wordt in die module ook voorgelegd aan iedereen die de vragenlijst invult. En dan wordt er nog een keuzemodule voorgelegd uit een aantal andere thema's. Daar kom ik direct op terug. Met dit gedeelte ben je ongeveer een half uurtje zoet. Van die bijkomende thema's zal je één voorgeschoteld krijgen. Er zijn er nog een aantal, ja, een aantal operationele. Snelst adequate hulp en de minimale middelen. Zoals je weet is dat ook een heel actueel thema binnen de brandweer. En proberen we daar ook te peilen naar hoe jij staat tegenover bepaalde minimale uitdrukscenario's of wat jouw mening daarover is. Wat is noodzakelijk om veilig uit te rukken voor dat type interventie? Dan hebben we ook een stukje module uitdruktijd en beschikbaarheid. En daar zit ook een stukje beschikbaarheidsvragen, alleen voor de vrijwilligers weliswaar, hoe het zit met hun beschikbaarheid tijdens de kantooruren en buiten de kantooruren. Dat is ook een suggestie geweest vanuit de FEU om daar vragen op te nemen in onze belevingsenquête. Want vanuit de FEU willen ze ook dat de brandweer slagkrachtig genoeg blijft, over voldoende vrijwilligers kan beschikken. Ja, als we in problemen komen om vrijwilligers te werven, is het misschien ook goed om de bestaande vrijwilligers maximaal operationeel te laten zijn en ook tijdens de kantooruren, als ze op hun werkplaats en als dat mogelijk is, dat ook mogelijk te maken. Daar peilen we naar in die vraag. Ook buiten de kantooruren informeren we bij jullie of dat de vrijwilliger vandaag de dag zich maximaal of zijn vrije tijd maximaal beschikbaar is of niet. En als hij zich niet maximaal beschikbaar stelt in zijn vrije tijd, wat daar de oorzaken van zijn of waarom hij dat doet. Dus dat maakt het dan ook mogelijk om de beleidsmakers inzicht te krijgen in dat speciaal fenomeen van de motivatie en de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Dan hebben we nog een module arbeidsomstandigheden en veiligheid, van hoe het zit met persoonlijk beschermingsmateriaal en dergelijke meer, en of je daarmee veilig genoeg kunt interveneren. En dan is er ook nog, zoals ik bij de inleiding zei, een module specifiek voor het administratief ondersteunend personeel. Met een aantal onderdelen van, ja, ben je niet tevreden met je job, de positie die je daar bekleedt, de relatie met het operationeel personeel, word je gerespecteerd, gewaardeerd en dergelijke meer. Krijg je voldoende opleiding en promotiekansen. En ja, komt ook in de brandweerwisseling, had ik al aangehaald. Ik heb eventjes een aantal vragen losgelaten op een testpubliek. Degenen die op het brandweercongres waren vorig jaar in Herentals, die zullen de interface wel kennen, want daar hebben we toen ook een aantal vragen
om de mensen losgelaten. Hier een vraagje uit het algemeen beeldmodule. Hoe evolueert de brandweer binnen uw hulpverleningszone? Mijn testpubliek dacht daar op die manier over. Ik voel mij gewaardeerd door het management van de hulpverleningszone. Mijn hoofdwerkgever, dat is dan ook zo'n vraag voor de vrijwilligers. Mijn hoofdwerkgever maakt gebruik van mijn competenties die ik als brandweervrijwilliger bezit. Voor de beroepsmensen is dat niet van toepassing. Je ziet in mijn testpubliek zat ongeveer de helft, of net niet de helft, beroepsmensen. Maar bij de anderen zagen we dat dat toch een heel variabel beeld was. En wat betreft de fysieke paraatheid van de brandweer, een mens moet regelmatig, of die fysieke paraatheid moet regelmatig gecontroleerd worden door het middel van het uitvoeren van sportproeven. Als er nog vragen of suggesties zijn over die belevingsenquête, dan kan je die altijd sturen naar elkeklaasens@uantwerpen.be, want we moeten met z'n allen van die brandweertoets een succes maken. Het is de kracht van je stem laten spreken en op die manier met dat rapport, hoe meer mensen er meedoen, hoe representatiever de conclusies die uit dat rapport zullen komen. En als we dat rapport dan hebben tegen het zomerreces, is dat een ideaal instrument waarmee dat dan de nieuwe mee naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken, want het zijn dan ook wel die lokale politici die later in de zoneraden van de verschillende hulpverleningszones zullen komen te zetelen. En het zijn dan goede dingen die ze kunnen in hun achterhoofd houden als ze beslissingen nemen voor de brandweer. Voordat ik helemaal afsluit, ga ik nog eventjes overschakelen naar de enquête. Als je op de link klikt, dan krijg je een dergelijk beeld van de Universiteit Antwerpen. Een stuk inleiding, belangrijke dingen om te lezen staan daarin. Dat je een onderbroken survey kan verder zetten, moet je op de link klikken en die op dezelfde manier openen zoals je en op hetzelfde toestel zoals je de eerste keer gewerkt hebt. De introductievragen, allemaal dat heb ik daar straks al gehad. En ook hier weer, het onderzoek gebeurt onafhankelijk en anoniem, onafhankelijk door de Universiteit Antwerpen. Het is de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen die de conclusies nemen en trekken uit de ingevulde enquêtes en anoniem. BVV heeft totaal geen inzage in wat dat er door de mensen geantwoord wordt. En zoals ook gezegd in mijn inleiding, is deze enquête gebaseerd op een gelijkaardig Nederlands onderzoek uitgevoerd door het Instituut van Fysieke Veiligheid. Zoals je ziet, ik was al begonnen met het invullen van die enquête. Ik ga nu zeggen dat ik vrijwillig brandweerman ben. Hoeveel jaar werkt u in een operationele functie? 10 jaar. Wat is uw huidige operationele functie? Behoort tot het basiskader, onderofficier, officier. Ik ben een onderofficier. En hoe vindt u dat de Vlaamse brandweer over het algemeen evolueert? In de goede richting. Hoe vindt u dat de brandweer in uw hulpverleningszone over het algemeen evolueert? Een kleine voetnoot: als u in meerdere hulpverleningszones werkgesteld bent, kiest u voor de hulpverleningszone waar u het grootste aantal uren werkzaam bent. Daar zeg ik in de verkeerde richting. Een voorbeeld van een positieve ontwikkeling.
innovatieve ontwikkeling. En zo aan de hand van keuzemogelijkheden schalen gaan we ook regelmatig terugkeren. Alles bij elkaar en om hoe tevreden bent u met uw werk bij de brandweer. Uw waardering uitdrukken, schaal 1 tot 10. 1 is zeer ontevreden, 10 zeer tevreden. Ja, ik ben 9 op 10 tevreden met mijn werk bij de brandweer. Dergelijke stellingen helemaal oneens, helemaal eens, zal je ook doorheen de enquête terugvinden. Ik heb u zo hopelijk een goed voorsmaakje gebracht van de brandweertoets die nu op jullie los wordt gelaten. En om 21 januari om klokslag 13 uur zal de link voor iedereen werken. En dan zou ik zeggen, hopelijk is het zondagmiddag slecht weer en kunnen jullie massaal beginnen invullen. Ik dank je alvast voor de inspanning en de tijd en de moeite die u er zal insteken. Want we kunnen samen gaan voor een betere brandweer. Ik dank u alvast voor uw aandacht en tot een volgende gelegenheid.